Gefeliciteerd. Jij dacht, als ik dat dan toch ben, maak er ook maar 3. Nee, dat dacht ik niet, maar uiteindelijk is het mooi meegenomen. Het is een mooie prijs waar je voor speelt en je zit gewoon weer in de finale, zoals vorig jaar. Dus mooier kan het niet zijn. Jurgen Locadia komt voor de buitenwacht verrassend in de ploeg, omdat Tim Attaf ziek was, als ik het goed begrepen heb. En doet gewoon zijn ding. Ja, maar dat doet hij altijd. Het is ook een kwestie gewoon van tijd dat die jongen er staat. Dat is duidelijk. Daar kan je niet omheen. Nee. Hij deed het eerder dit seizoen al een keer op deze manier. Zegt dat iets ook het feit dat hij het op dit moment doet, waar echt wel druk op staat, dat het kan. Deze jongen, nogmaals, je moet ook een beetje oppassen met wat je zegt. Maar dat is een jongen met heel veel talent. Beide benen, lopen is heel sterk. Ja, dat wordt een, als hij zich zo blijft ontwikkelen, zit een goed hoofd op. In de zin van agressiviteit en zo en graag willen. Ja, dat kan mooi worden. Ja, ik was geconcentreerd en ik wou het gewoon beter doen dan mijn vorige keer en toen ik inviel. Dus nee, al met al is het echt mooi. Ja, want je merkt misschien dat er van buitenaf druk op zit op deze wedstrijd. Het is ook meteen een belangrijke wedstrijd. Dus ik kan me voorstellen dat je er anders tegenaan kijkt. Ja, het is gewoon een half finale beker, dus als je wint zit je in de finale. En we hebben gewonnen. En nu moeten we opmaken voor de finale. Eigenlijk verliep alles volgens plan. Ja, de jongens hebben het goed opgepakt. Zeer geconcentreerd gespeeld, scherp gespeeld. En een paar mooie goals gemaakt. Heb je enig moment gedacht van ik moet nog echt gaan werken? Nou ja, gedachten, daar moet je altijd rekening mee houden. Maar goed, ik begrijp wat ik bedoel. Ja, nee, ze zijn niet heel gevaarlijk geweest, ze waren dreigend. Maar echte kansen, die zaten er niet tussen. Er is veel te doen geweest de afgelopen weken, ook over verdedigend. Is het lekker dat jullie de nul houden dan? Dat is belangrijk, inderdaad. De nul is altijd belangrijk. En het is alweer een tijdje geleden, maar goed, daar ga je wel altijd voor. Nou weet je wel, met een ploeg als PSV die aanvallend... veel aanvallende spelers heeft, dat je dan verdedigend wel eens een doelpunt kan weggeven. Maar goed, zoals ze de laatste tijd erin zijn, gaan het dus wat te makkelijk. En dan is het lekker dat je nu op de nul speelt. Kan een fraai slot van het seizoen worden? Ja, zonder meer. Ja, dat is leuk, of niet? Als je 2 prijzen pakt, is het... Het is inderdaad gewoon een goede seizoen geweest, uiteindelijk. Ja, je doet in ieder geval nog volop mee, dus dat is fantastisch. 3 prijzen halen, er zijn weinig clubs die dat kunnen zeggen, ondanks al die kritiek. Hè? Ja, want afgelopen zondag stonden we ietsje anders te praten, maar de realiteit is dat... We doen nog in alle competities mee, dat, ik zeg nogmaals, dat is toch gewoon heel goed.